Ja. En ik heb net nieuws gelezen. Dat is eigenlijk 2 uurtjes geleden geplaatst voor mij dan. Ongeveer rond 6:30. En het gaat over een puppy. Ik ben echt een dierenliefhebber. Ik weet niet hoe het met jullie ziet. Daarom mijn vraag eigenlijk richting jullie. Hoe kijken jullie tegen bijvoorbeeld poezen of honden aan? Maar het gaat dus als volgt. Er is een puppy gevonden in een auto tijdens een bezoek aan Efteling door, ja, een baasje. En wat nou? Ik zal het gewoon kort uitleggen. De dierenpolitie heeft zaterdagochtend of zaterdag een hondje van 8 weken oud bevrijd uit een hete auto op een parkeerterrein van de Efteling. 8 weken oud, onthoud dat even. De jonge Jack Russell zat al enkele uren zonder water in de auto opgesloten. Nou, dat is echt afschuwelijk nieuws. Ik vind het echt bizar hoe je als baasje het gewoon in je kop kan houden om je hond in die volle zon in je auto te laten neerzetten. En de thermometer hadden ze dus ook getest. En het bleek dus 26 graden te zijn in die auto. Nou, de politie heeft natuurlijk het diertje bevrijd. En het diertje, het hondje, was eigenlijk zo versuft en hij reageerde echt nauwelijks op wat de politie deed. Ja, de agenten hebben eigenlijk gewoon het ruitje ingeslagen van die auto om gewoon die hond te bevrijden. En zo hoort het ook, weet je wel. Nou, het hondje is opgevangen in de kennel van de Efteling. Volgens de politie waren de eigenaren daar 's ochtends al geweest, maar besloten dus zij hun puppy in de auto onder te brengen. En dan het laatste, in plaats van in de gratis kennel met water en airco. Dus je hebt de keuze gemaakt om een hondje te nemen, Jack Russell, van 8 weken oud. Heel jong en moet je eigenlijk een soort van opvoeden, net alsof het je een kindje is. En dan laten ze die in een 26 graden auto liggen. Hij kon dood zijn. Dat is gewoon zo. En ja, ik heb zoiets van, ik ben echt een dierenliefhebber. Dus als ik dit lees, dan vind ik dat gewoon verschrikkelijk. En als je dan gewoon ziet dat mensen gewoon ja, liever in de achtbaan willen dan hun hondje willen opvoeden, dan vind ik dat verschrikkelijk. De politie is wel nog op zoek naar de eigenaar. Dat lijkt me natuurlijk het wachten. Dan moet je wachten totdat de mensen weer naar de auto komen natuurlijk. Dan kan je ze pakken. Of juist niet, dan wordt het een probleem. Maar ik zou, als ik de Efteling was, zou ik een abonnement geven aan het hondje. Gewoon dat hondje een jaar lang in de Python kan. Ik zou dat gewoon doen. Als gewoon een soort van, ja, niet een dankje, maar een soort van teruggebaar. Omdat, ja, hij is toch bijna doodgaan op het terrein van de Efteling. Dus ik vind dat de Efteling wel zich aangesproken moet voelen. En dat ze gewoon minimaal een jaar abonnement moet geven. En een jaar lang hondenbrokjes. Dat lijkt me een goed idee. Als jullie een beter idee hebben, laat het onder in de comments weten. Maar verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ik kan er geen woorden over vuil maken. Onder in de comment kan je het nieuwsberichtje lezen. En dan hoor ik het wel hoe jullie het vonden als ik af en toe wat nieuws over pretparken verteld. Ja, of over doodgaande hondjes. Zowat doodgaande hondjes. Verschrikkelijk. Nou goed. Ik wens jullie een fijne wedstrijd vanavond. En tot de volgende keer. Houdoe. Oh.